is het videoverslag van de Kooihunt van Arsnins 2013, deel 5, dag 6. Zo. Hier een super ontbijtje. Wel een beetje een rare combinatie, maar erg lekker. Ik heb patatjes, dat is natuurlijk altijd in orde vanmorgen, en dat heeft iedereen. Hele lekkere aardappelkroketjes, vis, yoghurt met fruit, een eitje, een lunchje, wat sudrans en misschien straks wat toast of wat dan ook. Het water loopt in de mond. Het is nu 7:30, we gaan zo direct naar Marugiu. Daar kijken we al een hele week uit. Dan gaan we Jumbo Tosai uitzoeken en dan uit zijn tatakooi. Dan mogen we maximaal 15 uitselecteren. Ik hoop dat we het voor elkaar hebben om nog ietsje meer te kunnen selecteren, maar zoals gezegd, maximaal 15 uit deze 5. Er zitten er 3000 in, denk ik. Maar die heb ik zelf nodig, anders heb ik volgend jaar mijn kwaliteit. Dus we gaan kijken wat we daar kunnen doen. Daar kijken. Dus, dat zal een ochtendje worden. Daar gaan we ook naar de mannelijke kwaadje kijken die ik van hem heb gekregen. Omdat er ooit een visje van mij dood is gegaan bij hem in zijn pont. Terwijl dat hoeft hij niet te doen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Hele mooie vis in de gaat. Volgend jaar mee naar de kooi show. En wat we voor de rest van de dag gaan doen? Ja, we gaan natuurlijk naar de kwekers, maar dat gaan we nog zien, dat weten we nog niet. Het sneeuwt enorm, maar ze waren gisteren enorm aan het schoonmaken, de wegen aan het schoonmaken. Nou, we weten niet waarom. Er komt dus gewoon weer veel sneeuw aanzetten. En dan moet natuurlijk eerst alles goed schoon zijn. Dus, eerst maar eten en dan gaan we naar de ritje. Ik heb een tortje met stokjes. We zijn op weg naar boven, naar Marugiu. Daar hebben we een afspraak mee om zijn tatakooi Showa, met wat Karomo zit ertussen, te mogen selecteren. Maximaal 15. We hebben een afspraak moeten maken omdat ze daar, hebben nu twee dagen, nou zeg anderhalve dag gestopt met voeren. Zodat het beter is om te vangen. Dus met een lege maag stress is beter. Ja, het levert toch stress op voor die visjes. Dan dat je gaat als het helemaal volgevreten is. Want dan gaat de helft van het voer gaat eruit en de vis is niet goed. Dus hij heeft gezegd, ja, jullie mogen dat. Maar over 2 dagen. Dus dat is vandaag. Dan kijken we enorm naar uit. Want het is gewoon een hele goede. Echt een hele mooie kooi. Maar ja, het is Marugiu is dat zit vlakbij Yagenzi. En Yagenzi is zeg maar het hoogste gelegen kweker. En dus kun je nagaan. Wij gaan met hevige sneeuw mogen wij naar boven. Maar het gaat goed.
Ze hebben gezegd dat ze hier niet met sneeuwkettingen rijden, maar alleen met sneeuwbanden. En die sneeuwbanden die hebben wij, dus we gaan zien hoe ver we naar boven kunnen. Ik denk een uurtje hebben we koffie gedronken. En weer ongelooflijk veel geleerd. Dus echt iedere keer als je denkt van nou, nu weet ik het allemaal wel. Nee hoor, leer je wat nieuws. We hebben het over de dignity. Waardigheid. De waardigheid van een kooi gehad. En over dat het heel glad kan zijn. Maar let op. Daar gaat hij. Ik doe even wat rustiger aan als hij het niet erg vindt. Over de waardigheid van een kooi. En dat kan helemaal niet met 4 jaar. Dat kan pas, er is over nagedacht. 7 jaar begint het. Maar dat kan ook pas als hij 10 is. Dus, nou, dan halen ze de voorbeeld aan van Sakai Kohaku, 3-staps Kohaku, die Grand Champion. Ja, Grand Champion was geworden, maar die het heeft. Daarna heeft hij zijn eieren, dus eieren gelegd. En het jaar daarna, dat toen pas die vis waardigheid had gekregen, maar uitstraling. Dus, Stefan. Staat die sneeuwballen te gooien. Stef, wat gaan we nu doen? Ja, sorry, dus dat ging over die waardigheid. Nou, we gaan dus nu, we hebben net gehoord gekregen, er zijn nog wat mensen achter ons die ook willen selecteren. Want die hebben dan ook de mogelijkheid gekregen. Maar die moesten even wachten. Wij waren als eerst. Dus die mensen die wilden heel graag gisteren. Het was ook met het voeren, maar hij zegt nee, ik heb beloofd aan Arts Rens, eerste keus. Dus wij gaan nu gewoon het beste eruit halen. Klaar. Gaaf. Ja, dat wordt echt heel gaaf. We kunnen niet wachten. Ja. Hij gaat wat foto's nemen. En natuurlijk straks weer op internet. Ze zitten verwarmd. Dit is dus moet je wel even lekker doorproberen. Dus ik wil heel graag eten. En het groeit daardoor, groeit het door. De jongens die komen ook. Dus we zijn met 5 man sterk om de vissen bij elkaar te krijgen, dus in een groot net. En daar gaan we uitselecteren. Nou, ik kan niet wachten, ik wil er bijna induiken om. Er zitten sommige. Oh, een super mooi vissen. We zijn dus nu met het grote staand wand. Zijn ze alle vissen, zeg maar, we gaan er maar 3-4 langs, maar alle vissen bij elkaar aan het halen. En dan rollen ze het weer op, het net zo direct, zodat we het goed kunnen
kijken. Hou je het nog, Stef? Ik moet weer pissen. Je moet geduld doen, maar wat je hier aan heel bijzonder dat je als eerste. Ja. Hieruit mag hem pikken. Ja, heel mooi. Gekregen in plaats van 15. 40 dit zijn er even meer, dus ik ga hier nog de laatste selectie uitdoen. En dan en die gaan we meenemen naar Nederland. Deze visjes zijn nu 6 maanden oud. Echt, die zijn mega groot. En het zit hier wel verwarmd, maar op 16, 17 graden. Dus het is, ondanks dat het niet eens wel heel erg warm is gebied. Ken je het pas bij hen? Ja. Ja. Yeah.
Stef, probeer eens uit te leggen hoe blij je bent. Hey, nee, vertel even wat we nou net. Dat was wel heel bijzonder dit. Even in het kort, want we hebben er nou al zoveel over verteld, maar. Een sneeuwengel. Hey. Ja, joh. Hij heeft nou het kooivirus in zijn hoofd, hoor. Nou gaat het niet goed. Ja, sorry. Nou ja, super natuurlijk. Ja, dus dit is onwijs. Dit is onwijs. Echt heel gaaf. We gaan nu naar die mannelijke Kohaku kijken. En dan naar de mannelijke Kohaku kijken. Sorry hoor. Hij heeft te pakken. Nog eentje. Zelfs mijn Rudy die lacht erom. Die denkt, we zijn, wat is dat dan weer voor een gekke Hollander? Angel. Zieke zegt dan, we gaan wisselen. Dus hij gaat nu op kooihunt. Ik heb de kwekerij overgenomen. Hij zei, ja, jij kan zo goed selecteren. Nee, ik stop ermee. Dus Zieke die gaat naar... Hey, hey. Zieke die zegt, ja, jullie kan zo, ik ga naar Aalsmeer. Ja. En dan heb jij. Het is oké. Okay. Toch zou ik niet zeggen dat het sneeuwt. Nee. Het blijft... Oh, we waren toch met de auto. Ja. Nou, we gaan dus nu op weg naar Jagensi. Dat is sowieso de hoogste kweker qua ligging. Maar het is een helling hier. Het is een auto die is achteruit gelegen. Die staat nu in de sneeuwwal. En wij zijn ook al drie keer... Kijk, daar gaat water. Hier, kijk nou. Oh, oké. Kijk, daar zit het water dan. Hier zit het water. Kijk ja. Nou, joh. Dat is het. Ja, dat kan hier dus. Kijk, je kan hier gewoon water doen. Het is nu 2 graden boven nul. Het wordt hier gewoon niet veel kouder. Ze spuiten overal water op de weg. Dan is het te doen. Hé, hey, maar wat gaan we hier doen, Stef? Skiën. Skiën. We zijn natuurlijk al even binnen geweest. Hele mooie, ook weer een hele mooie Toyside mix. Goede groeiers zijn dat. En toch ook, ik heb ook wel weer een aantal mooie Nissans gezien. Dus we gaan kijken wat de prijs is. En ik denk wel dat we een heel mooi mixje kunnen scoren hier ook. Dus eigenlijk voor het eerst sinds 2 jaar weer. Want we hebben eigenlijk 2 jaar zijn we al naar binnen geweest. Maar konden we het niet helemaal. We wisten het niet helemaal. We konden niet eruit komen. Niet alleen qua prijs, maar ook gewoon. Ja, het was niet wat ik zocht. Maar nu zwemmen er weer heel veel mooie vissen. En de toosijn zien er heel goed uit. Goede conditie, maar dat zie je toch over het algemeen. Maar goede conditie en een hele mooie variëteit. Dus dan heb je meer dingen tegelijk. Hè? Dus, we zijn dus nu weer bij Jagensi binnen. De Missai zijn helemaal uitgekocht. Dus hebben we wel een hele goede mix Toosai. En dan hebben we voor de winkel 1 doos geselecteerd. En voor de klant ook nog 1 doos. Ja, je ziet het, een hele goede variëteiten mix. Dus er zit Jinrin, Sanke, er zit Showa, er zit Kikoi, er zit Karashikoi. Er zit Koromo, hele mooie Shiro Utsuris. Er zitten allemaal nog meer tussendoor. Kujaku, Kukiriu. Dat is het mooie van deze mix. Heel veel verschillende soorten door elkaar heen. Is dat geen kunst?
Wanneer draag je dit? Dat je mij wist. Ja, het is mooi hoor. Wel, het is mooi. Ik doe deze gewoon in mijn koffer. Gaat het gaan stinken? Ik wil het eigenlijk niet opeten, zo mooi. We zijn hier bij Marusai, dat hier als aan. Hebben we drie Chagoys gekocht, waarvan één er al waarschijnlijk gekocht is. Maar drie Chagoys, nou wat zal het zijn? 60, 65 centimeter? Ja, zeker. Zeker. Misschien wel 70 centimeter. Ja. En één King Utsuri. Dat is een metallic Shino Utsuri. En nou ja, die zie je niet zoveel, zeg maar. Ik heb hem nog niet gezien. Helemaal vis en het zwart komt er dus nog meer op, hè? Als het straks in het hardere water in Nederland goede bouwhoek is, dus ja, ik vind het een hele mooie boom. Even een idee te geven, dat is mijn hand. Ja. Echt grote vis. Het is een hele grote boom. Ja. Waarom kijk jij? Vissen checken. Kun je ook niet naar de hand denken van oh, dat is natuurlijk zonde als je een vis meeneemt die een wondje heeft of een fin mist. Of controleren of ze al hun fin hebben. Of ze nog goed zijn. Nou, we gaan van de ene verrassing superlatief naar de andere verrassing. Nou, laten we eerst beginnen met de Kohaku. Deze drie stads, de Sandan Kohaku. Superbouw, het rood, het kan niet dieper, het wit, het kan niet witter, zo wit als de sneeuw die er vandaag valt. Hele mooie bouw, ja, super. Hij gaat mee naar de kooi show of als hij verkocht wordt, dan vraag ik aan de klant of hij met mij mee mag. Schitterende vis. Dan hebben we de Subo Sanke. Subo betekent eigenlijk dat het zwart niet op het rood ligt, dus echt in het wit. Hele mooie vis ook, goede bouw. Ik vind het zwart, dat vind ik van de Sanka toch heel lastig. Dat moet in een mooi patroon liggen. Ja, heel, heel mooi. En dan de derde. Is ook een hele mooie Sanke. Daar heeft de kweker zelf. Ik zag hem, maar hij gaf ook aan van ja, dit is
en ja, meesterwerk en ja, top. Dus ik ben daar heel erg wit mee. Allemaal heel erg wit. En tussen de 45 en 50 centimeter zeker. Ik probeer het liever te klein in te schatten dan het te groot is. Ik kan niet begrijpen waarom er hier sneeuw ligt en hier 5-10 meter verderop niet. Stef, leg jij het nou eens uit? Nee, ik weet niet, want hier is er één keer vrij sneeuw. Ik denk dat dit gedeelte verwarmd is ofzo. Een verwarmd wegdek? Ja, zoiets moet het zijn. Het kan niet anders. Ja, hoe kan dat dan? Buiten is overal wit, meter sneeuw en hier ligt niks. Ik denk dat het een technologisch wonder van de Japanners denk ofzo, ik weet het niet. Kijken. Ja, en hier opeens weer wel. Hier opeens weer wel. Ja, dat is vreemd. Echt vreemd. Misschien is er iemand die thuis weet. Ik heb het aan die Japanners proberen te vragen, maar dan krijg ik een schaal met sushi, dus ja. Doe dat maar niet meer. Ja. In 200 meters. Waar gaan we? Lukt het, Stef? Net een mailtje aan het sturen naar Sekiguchi. Willen we heel graag morgenochtend naartoe. En het is een stuk rijden, dus dan kun je beter eerst even contact met die jongens opnemen dan dat je er op de Bonnefoy naartoe rijdt en dat je voor een dichte deur staat. En, we hebben al contact gehad, dus we gaan sowieso er naartoe. Of het dan morgenochtend wordt, of morgenmiddag, of vrijdag, dat moeten we even kijken. Maar ik denk dat het morgenochtend vroeg wordt. Dus we gaan vroeg op en dan die kant op. Ja, die heeft Showa's, die zijn gewoon af. Niet heel groot, maar af. En ze hebben ook trouwens Showa's die in ontwikkeling zijn, maar hele goede Showa's. Dus daar gaan we naartoe. En ik moet op zoek naar een. Ik moet op zoek naar een Pearl Jinrin Ogon. Dus daar ga ik. Dat gaan we dus ook morgen doen. Dat is dus ook bij Sekiguchi. Want Pearl Jinrin komt bij Sekiguchi vandaan. Dat is, zijn vader heeft dat ooit ontdekt. Dus dat is het. Zo, bijna all you can eat. Ja, dat zijn we helemaal niet goed. Het water loopt maar uit zijn mond. Ja. Hier kun je dus alles eten van sushi, barbecue aan je eigen tafel, gewoon warme gerechten, drinken zoveel je wil, soft ijs. En dan gaan ze direct suikerspinnen maken zelf. En het is altijd wel lekker, heel veel verse gerechten. Het is vandaag echt zo rustig, dat is niet normaal. Maar dat is heel lekker, dus we gaan er aan beginnen. Eerst moet even het vlees verbranden. Nou, we zijn weer aan het einde van de dag. We hebben een dag met een klein beetje sneeuw gehad. En, hele mooie vissen natuurlijk. De Maruzu heeft ons niet teleurgesteld. We hebben er eigenlijk de hele week een beetje naar uitgekeken. Maar het zijn echt hele mooie vissen die we daar hebben kunnen selecteren. En veel meer dan ze dat hij in eerste instantie gezegd had. Van 15 hebben we er nu 45. Dus dat is een hele goede score. Dus dat was erg leuk. Toch een hele grote verrassing wat Hirasama nog heeft zitten. Maar hij gaf ook aan dat er eigenlijk in december nog vissen naar zijn grote kooihuis komen waar de meeste planten komen. Dus eigenlijk nieuwe vissen. We hebben een hele mooie 21 Nisai. Aparte variëteiten hebben kunnen scoren. En dan nog de drie klassiekers, zou ik maar zeggen. De Kohaku en de twee Sankers. Die wedstrijdvissen, hele mooie vissen. En goed
geprijsd. Dus dat is heel erg leuk voor de winkel. Nu het eten met dit fantastische muziekje al een uur of twee lang. Dat is echt heel fijn. Ik zit nu aan mijn ijsje. Ik eet bijna alles met stokjes, soep, alles. Maar dan moet ik mijn ijs met stokjes eten. Wie doet ze dat? Ja, zo gaat het. Tot morgen. Wat gaat er nou allemaal gebeuren? Suikerspin. Weet je dat suikerspin is echt zonder dolle. Heel. Echt gewoon echt puur suiker dus gewoon. Calorie arm. Dat is echt waar. Wat is er? Calorie arm. Calorie arm. Echt Dat kan natuurlijk niet, dan moeten we natuurlijk vrijen, maar dan gaat het daardoor wel een beetje roken. Komt een beetje rook vanaf, vind je dat? Nee, oh. Geen kinderen in de buurt, hè? Je staat er zeker, hè? Ja. Ja. Dat is wel erg rook te draaien. Gaat hij wel uit dan? Ja. Oh, nou is het uit, ja.